Ja, Ilias Alhaft, de afgelopen twee wedstrijden hebben we jou moeten missen bij de selectie. Hoe gaat het nu met jou? Ja, gaat beter. Ik had een kleine blessure opgelopen en daar ben ik herstellende van. En het einde van dat herstel is zo goed als afgerond. Dus ja, het gaat beter dan dat het 2 weken geleden ging. En ja, ik hoop dat ik morgen gewoon bij de selectie kan zitten. Ja, want het is voor jou niet bepaald de eerste keer dat je een blessuretje hebt. Hoe lukt het jou om toch weer te blijven focussen op dat herstel? Ja, na dat je dat zo vaak hebt meegemaakt, dan wordt het op een gegeven moment er wel een beetje moedeloos van. Als sportman wil je natuurlijk gewoon altijd gewoon de wedstrijden kunnen spelen, want daar gaat het uiteindelijk om. En ja, als je dan na de zoveelste keer weer een blessure hebt, ja, dan is dat af en toe wel heel moeilijk. Maar ja, op een gegeven moment moet je wel gewoon weer tot de orde van de dag en gewoon focussen op het herstel. Want als je dat niet doet, ja, dan heb je alleen jezelf ermee. En ja, het is uiteindelijk gewoon zaak om ervoor te zorgen dat je weer fit raakt. Ja, hopelijk zien we jou morgen dan weer bij de wedstrijdselectie. Hoe kijk jij naar de seizoenstart van Almere City tot nu toe? Ja, met gemengde gevoelens. Ik denk dat we het seizoen gestart zijn met een goede voorbereiding. Goede wedstrijden hebben gespeeld. Goed afgesloten ook tegen Ajax thuis. Alleen dan heb je die eerste wedstrijd die je 3-0 verliest. En dat is natuurlijk wel een teleurstelling. En dan ga je met de ploeg en de staf ga je daar over praten. En dan kom je goed terug hier tegen Top Os. Dan laat je zien waartoe we in staat zijn. En ja, dan heb je weer die derde wedstrijd tegen Jong AZ waar het gewoon weer totaal tegenovergestelde was. En dan draai je het uiteindelijk, probeer je toch nog recht te zetten. Alleen ja, kom je daarin toch tekort. Dus ik denk dat die wedstrijden ons hebben geleerd dat we gewoon vanaf het begin gewoon goed scherp moeten starten. En daar begint het bij. En als we dat gewoon elke wedstrijd daarmee beginnen, dan gaan we uiteindelijk gewoon de goede resultaten boeken. Dus ja, het is zaak dat we ook morgen weer tegen Den Bosch, dat we gewoon goed starten. En ja, dan moeten we weten dat we genoeg kwaliteit hebben. Ja, morgen inderdaad FC Den Bosch de tegenstander hier in het stadion. Ik denk dat ik niks raar zeg als dat een wedstrijd is waar jullie alleen met 3 punten genoeg nemen. Ja, zeker. Dat persoonlijk denk ik over elke wedstrijd zo. Natuurlijk heb je soms tegenstanders die op papier misschien beter zijn. Maar ik denk, zoals ik net al heb aangegeven, als wij de wedstrijd goed beginnen, dan kunnen wij het elke tegenstander moeilijk maken. En uiteindelijk moeten we focussen op de dingen die wij zelf in de hand hebben. En als we daar gewoon de volledige focus op leggen, dan vertrouw ik erop dat we morgen die 3 punten hier houden. Is dat het belangrijkste? Gewoon scherp starten? Ja, dat is wel een minimale voorwaarde waarmee je de wedstrijd moet beginnen. Want als je daar niet mee start, ja, dan wordt alle voetbalinhoud wordt dan heel moeilijk om te laten zien dat we begrijpen waar het over gaat. Dus ja, het is gewoon zaak dat we goed scherp beginnen, dat iedereen klaar is, gefocust is. En als je dat als minimale voorwaarde hebt in de wedstrijd, ja, dan vertrouw ik erop dat de kwaliteiten van iedereen gewoon naar voren kunnen komen. Top, succes morgen.